Ze houden er bizarre hobby's op na. Slachtoffer zo te kijken hangen. Denk je dat er überhaupt nog iemand anders zich met jou bezig zou willen houden? Daarvoor is het al te laat. Daarvoor ben je al te ver gegaan. Goed. Laten we het nu eens over je zuster hebben. Een of andere psychopaat had zo'n meisje langs de weg opgepikt, ermee naar huis genomen, slaapmiddel gegeven en er met een motorzaag. Black & Decker, dacht ik. Precies in twee helften gedeeld. Lunch maar overgeslagen. Dat begrijpt u zeker wel. Begonnen. Moest nog even langs de bakker. Staat er? Ja, vreselijk toegetakeld met een mes of zo. De dader moet echt compleet gestoord zijn. Wie is het? Een hoertje. Je potter is aan het natrekken. Ze gaat nu de sectie in, er zijn foto's gemaakt. Is ze verkracht? Nee, zag er niet naar uit. Ze is verderop op straat neergestoken en dan de gracht ingesleept. En hier hing ze? Ja,
Ondersteboven aan haar voeten met een paalsteek. Ah. Ik steek mijn pik in je. Aha. Ik ga je neuken. Van mijn part. Maar dat zal je echt niet helpen. Voorlopig ga je niet naar huis. Ik heb er niks mee te maken, klootzak. Oh nee? Leg het dan eens uit. Ik krijg de kleren. Onschuldige mensen slaan niet op de vlucht. Slecht geweten. Waarom heb je het gedaan? Uit wraak. Is dat de reden waarom je 5 onschuldige mensen hebt afgeslacht? Ik wil een advocaat. Luister, klootzak. Ik heb zo langzamerhand genoeg van die spelletjes van je. Waar denk je dat we hiermee bezig zijn? Geitenneuker. Ik lik de stroom van jouw reet. Scheid, godverdomme, scheid. Ik lik de stroom van jouw reet. Scheid, godverdomme, scheid. Ontspan. Ik wil dat je je ontspant. Concentreer je op het kogeltje. Goed zo. Alle spanning glijdt van je af. Blijf het kogeltje volgen. Je voelt je oogleden zwaar worden. Je wordt slaperig. En sluit je ogen maar. Nu wil ik dat je teruggaat naar de kamer waar het gebeurde.
Ontspan. Je hoeft niet bang te zijn. Goed zo. Kijk maar wat er te zien is. Rustig blijven. Je hoeft niet bang te zijn. Wat zie je? Wat gebeurt er? Kijk goed. Ga door. Rustig blijven. Kijk maar wat er te zien is. Wat zie je? Wat gebeurt er? Ga door. Wat zie je? Kijk goed. Rustig blijven. Ga door. Wat gebeurt er? Kijk maar. Het is spannend. Ga door. Wat zie je? Rustig. Kijk goed. En laat het niet maar helemaal gebeuren. Wij kunnen tevreden zijn. Maar je bent er nog niet. Dat betekent natuurlijk niet dat je ineens met de behandeling kan stoppen. En kijk me verdomme aan als ik tegen je praat. Thank you.
Jij bent ziek. En als je nog één foto maakt, dan ram ik die hele lente door je strot. Ram ik die telelijn door je strot. Ja. Doe mij maar gewoon lekker onder, hè? Ja, dat vind ik heerlijk. Een lekkere dikke rol. En als je nog één foto maakt, dan ram ik die telelens door je strot. Eén foto maakt, dan ram ik die telelens door je strot.